Amsterdam maakt plannen om de wallen te ontlasten, want zoals het nu gaat, gaat het niet. De massa's, de drank, de drugs, de ongevallen, de hulpverleners die er niet meer doorkomen, het wordt te gek. Goedenavond, wij gaan eens terug naar het begin van die ontwikkeling, eind jaren 60, toen het in de Rossenbuurt nog overzichtelijk was. Vrouwen achter de ramen, er was rust. Maar dan komt er iets nieuws wat ook een nieuw publiek trekt naast de hoerenlopers. Een seksmuseum, sekstheaters, een sekskerk zelfs, de kerk van Satan. Met rituelen en de hele rattenplan en duizelingwekkende vragen voor het stadsbestuur. Wat moeten we hiermee aan? Hoge priester van die kerk van Satan is acteur en regisseur Maarten Lamers. Volgende week verschijnt zijn biografie, de tegenstrever van Fred Bagge, en wij gingen bij hem langs. Hij leeft niet meer als Satan, maar als God. In Frankrijk, in Kijk zelf. In naam van Satan, heerser der aarde, koning der wereld, beveel ik de duistere machten mij hun duivelse krachten te schenken. Dit is mijn huis, het kasteel Montbrun. Het is het kasteel waar Richard Leeuwenhardt in 1199 gestorven is. En wat ik bij toeval tegenkwam en gekocht heb en gerestaureerd. Als ik een film wil kijken, heb ik een filmzaal. En als ik wil biljarten, heb ik een biljartzaal. En als ik een boek wil lezen, heb ik een bibliotheek. Dit is de kapel. Die is in de kerk nog gebruikt ooit. In naam van Satan, heerser der aarde, koning der wereld, beveel ik de machten der duisternis mij hun duivelse krachten te schenken. Dit is een slaapkamer? Ja. Hoeveel zijn daarvan? 16. 16. In het rustige dorpje Etersheim bij Purmerend is grote beroering ontstaan. De Nederlandse vorm De Kerk, die 3 jaar geleden leeg kwam, is sinds kort verhuurd aan de zogenaamde Kerk van Satan, een duister genootschap uit Amsterdam. In de gemeenteraad werden vragen gesteld. De hele bevolking ondertekende een petitie om hun ongerustheid uit te drukken. Meneer Knip, u heeft nieuwe buren gekregen. Ja. Hoe denkt u erover? Nou, niet veel goed. Niet veel goed over deze mensen. Een vreemd is een theaterkerk en dat ging toen niet. En toen hebben die mensen hem verhuurd aan deze Satanmensen. Het wordt hier gewoon een rotzootje. En ik woon hier eigenlijk alleen en dat ik bang ben. Ik ben gewoon bang? Ja. Ik weet niet zeker of ze bang waren. Ze waren, vonden het natuurlijk vreselijk dat hun mooie protestantse kerk, die natuurlijk dicht was gegaan omdat ze er zelf niet heen gingen, dat dat ineens satanisch werd. In nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi. Uw naam zal deel zijn van mijzelf en ik zal leven als de beesten op het veld. Me overgeven aan de lusten van het vlees. Wij waren tegen iedere vorm van religie. En wat is er beter dan een tegenreligie te beginnen? En dan te zeggen, van luister eens, als protestanten en katholieke kerken geen belasting betalen, waarom zouden wij dat dan wel moeten? We hebben een oude kerk gehuurd en die hebben we vervolgens ook helemaal zwart geschilderd in een groot satanisch teken en een altaar ingebouwd. Heil Satan! Wat gebeurt er in de oude kerk? In de voormalige consistorie van de nu zwart geblindeerde kerk probeerden wij er tijdens een gesprek met de leider van de Satanskerk achter te komen. Wat gebeurt hier in een kerkdienst? Het zuivere beoefenen en bestuderen van occulte wetenschap. Wat houdt dat in? Dat houdt bijvoorbeeld in het beoefenen van magie, van magische krachten. Ik studeerde Nederlands en ik woon in Amsterdam op kamers. Ik werd gevraagd door een medestudent. Er was een Maarten Lamers. Die had een satanische bijbel laten vertalen in het Nederlands. En dat was zo beroerd gedaan, dat moest geredigeerd worden. Ik wilde geen chocola van maken.
ik meen dat ik er wel aan begonnen ben. Op een gegeven moment dacht, maar er staat hier eigenlijk helemaal niks. Het is holle taal, het zijn kreten. Het is misschien poëtisch, maar ik kan daar niks mee. Wat zou er moeten gebeuren als de Nula? Afbranden. Afbreken of afbranden. De kerk waar u zoveel heeft meegemaakt? Ja, want dat doet me pijn. Kunt u uw leven in het kort beschrijven? Ik heb gestudeerd in de occulte wetenschappen. Ik heb gestudeerd in de satanische theologie. Heeft u nooit gewerkt? Jazeker, ik ben... Officieel sta ik nog steeds ingeschreven als zijnde acteur, hoewel ik dat al jaren lang niet meer beoefen. U bent nu uzelf? Hoe bedoelt u dat? U zegt u bent acteur. Uiteraard ben ik mezelf. Bij een acteur is dat soms moeilijk te scheiden, het privégesprek of het acteurgesprek. Dat is dan aan de goede waarnemer. Voelde u zich betrapt toen? Nee. Hij vroeg een vraag waar natuurlijk een aantal antwoorden op mogelijk waren. Maar ik was niet van plan om hem het antwoord te geven wat hij verwachtte. Hij speelde een rol. Hij is een acteur. Hij speelde de rol van ik ben hier de zwarte paus. Ik ben hier de magister. Van de Satanskerk, van de Nederlandse Satanskerk, ben ik de grote magister. Maar hij acteerde. Maarten Lamers brengt een deel van zijn jeugd door op het Spaanse eiland Mallorca. Hij treedt daarop als imitator van Elvis Presley en verdient zo zijn eerste geld. Ik ben daar een carrière begonnen als rock'n'roll zanger. En reisde vervolgens binnen een jaar heel Spanje door. En hoe oud was u toen? 13. Terwijl de puber Lamers door Spanje toert, belandt de jonge wijkagent Joep de Groot op zijn nieuwe werkplek, de Amsterdamse Wallen. Hey, goedemorgen. De Rosse buurt ligt er eind jaren 60 slecht bij. Ja, de Wallen was nog een vieze oude bende. Pommen zagen er heel slecht uit. Straten waren smerig. De steeg tegenover het politiebureau Warmoestraat. Daar kon je schaatsen door de hongerstroom. Deze buurt die stikte van de bedrijven. Je had hier een aquariumfabriek. Je kon hier buiten boordmotoren laten reviseren. En Detemeijer in tropenkleding en bedrijfskleding. Maar de prostitutie heeft eigenlijk geen lijntjes meer met de buurt. Vroeger was het meer verweven. Ja, de ene mevrouw maakte 's morgens een hoerenkast schoon. De kappers en de koffiehuizen en de snackbars. Daar had veel meer klanten in de prostitutie. Maarten Lamers is vanuit Mallorca inmiddels terug in Amsterdam. Na een blauwe maandag op de Kleinkunstacademie richt hij een toneelgroep op, vlak bij de Wallen. Op het Torbekkenplein, midden in het vermaakcentrum van Amsterdam, is een klein keldertheatertje, Hades. Onder de Moulin Rouge van Kees Manders spelen jonge mensen een toneelstuk van een van hen, Sater, een satire op Sartre. Sater, een satire op Sartre, geschreven door Maarten Lamers, die het ook geregisseerd heeft en meespeelt. Moet je Sartre gelezen hebben om het stuk te kunnen begrijpen? Nee, dat hoeft niet. Het is wel makkelijker, maar het is niet noodzakelijk. Hebt u Sartre gelezen? Ja. Ik had misschien ooit Wiklo gelezen, maar dat was toch alles wat ik van Sartre afwist. Maar de pers schreef dat deze jonge schrijver zo'n uitstekende visie had op de filosoof Sartre. Vanuit zijn keldertheater gaat Lamers af en toe langs bij een vriend op de Wallen, die plannen heeft voor een erotische galerie. En ik zei tegen hem, dat werkt niet, want mensen komen hier niet om
naar een galerie te gaan. Bovendien, de meeste mensen zouden niet eens weten wat een galerie is. Open nou een seksmuseum. Seks is hetzelfde in iedere taal, museum ook. En dat hebben we gedaan. En we vroegen 1 gulden entree. En dat liep storm. En ook de politie had veel belangstelling. Ja, natuurlijk. De politie en de belastingen natuurlijk ook. Hij kwam met een seksmuseum hier op de Achterburgwal. En op dat gebied was er natuurlijk toch weinig geregeld. Dus de mensen deden telkens een stapje verder. En als er niet op gereageerd werd, nog weer een stapje. En toen hebben we het sekstheater bedacht. Onder hetzelfde motto, iedereen begrijpt seks, iedereen begrijpt theater. En we doen daar voorstellingen van 12 minuten, zaalvol, een beetje bloot laten zien. Volgende, het publiek eruit, nieuw publiek, 12 keer per dag. En hoe liep dat? Storm. Als wijkagent moet je natuurlijk toch weten wat hier in de buurt gebeurt. Dus ik ben ook wel eens gaan kijken. En ik kwam ook in de sekstheaters en voornamelijk dan om bij de operateur een kopje koffie te nemen. Maar ja, je moest wel weten wat er gebeurde. En wat deed u dan als u dat gezien had? Nou ja, goed, ik zorgde natuurlijk dat mijn baas op de hoogte kwam van wat zich hier in de buurt afspeelde. En die moest maar zien wat hij ermee deed. Hier was het eerste theater van Maarten. Daar op de brug werd dan het willige publiek verzameld. En als hij dan een stuk of 20 man bij elkaar had, dan keek hij of er geen politie was. En dan ging het publiek hier naar binnen. En daar werd de show opgevoerd. En wat speelde zich af op het toneel? Nou, het was meestal een naakte dame in een badkuip. En dan kwam Bertus, de glazenwasser, die kwam voor het raam en die verbaasd kijken natuurlijk. En nou ja, goed, dan ging hij ook bij haar in bad. Bloot op toneel, mocht dat? Ja, of dat mocht het gebeuren. En dit is een taverne, een van de bijgebouwen die er ook bij horen. Men kunt er eten, je kunt er drinken en iedere vrijdag hebben we een muzikaal gebeuren. In de buurt van zijn kasteel woont een oude vriend van Lamers. Als student verkoopt hij kaartjes in Lamers Sekstheater, waar hij later bedrijfsleider wordt. Hij had denk ik opvattingen in de zin van ludieke dingen doen. Ik ben nooit zo'n hele gezagsvertrouwen man geweest. Ik vond alles wel grappig. Beetje in navolging van Provo, zullen we maar zeggen. Ja, eigenlijk was dat ook wat... Ja, maar dat is natuurlijk onze generatie. Ja. Maar het was in die tijd natuurlijk wel zo dat in alle opzichten... of het nou Phil Bloem was of dat het toneelgroep Studio was... wat uiteindelijk weer leidde tot het organiseren van de musical Oh Calcutta... dat de grenzen werden opgezocht en dat iedere keer kon je een stapje verder, een stapje verder. Nou ja, denk aan die beroemde poster van de PSP. Die komt uit die tijd. Het was toch een prachtige foto met die koe. Hoe deden jullie onderzoek? Want jullie waren geen juristen. Ik ben met hem naar de UB gegaan om in wetboeken te bladeren. U zaten als een soort amateur-juristen in de universiteitsbibliotheek te kijken wat kan. Nou, ja... Gewoon kijken, wat zegt die wet nou echt en wat mag je wel en wat mag je niet. Want we hadden toch absoluut, waren we van plan om nooit iets te doen wat niet mocht. Wat natuurlijk niet mocht, was helemaal bloot. Tenzij, zo werd mij medegedeeld, het meisje met haar rug naar de zaal toe stond. Zodat wij een stuk hadden waar we het zo ensigneerden dat ze zich uitkleden met haar rug naar de zaal toe stond... maar wel een spiegel daar tegenover, zodat iedereen het in de spiegel kon zien. Bloot op toneel, een seksmuseum, een sekstheater, een seksbioscoop... het trekt veel extra publiek naar de buurt, die steeds meer van karakter verandert. Wat er nou precies wel en niet mag, niemand weet het. Heldere regels ontbreken.
We hadden natuurlijk te maken met de seksuele revolutie. Het was de ontwikkeling van de provo, van de kabouter, de bezetting van het maagdenhuis. Dolle mina's kwamen, de seksshops ontstonden en een deel van de handel zat nog onder de toonbank. Maar in de jaren 70 kwam dat boven de toonbank, eerst nog wel met stickers op de edele delen. Ja, de autoriteiten wisten het ook niet precies. Ze wilden het waarschijnlijk ook niet precies weten. Het seksmuseum en de sekstheaters lopen uitstekend. En voor zijn Satanskerk verzint Lamers het ene ritueel na het andere. We hadden een Egyptisch ritueel waarvan wij claimden dat het minstens 3000 jaar oud was. En dat hebben we ook in hiërogliefen opgeschreven. En dan kwamen er een aantal mensen bij elkaar in het kerkgebouw. En dan sprak ik in het Egyptisch, wat ik niet spreek, wat teksten uit en dan stond er in het boekje, in het tijdschrift wat ze bij zich hadden om bij dat ritueel, stond en dan antwoordt de gemeente hieroglyf, hieroglyf, hieroglyf. In naam van Satan, heerser der aarde, koning der wereld, beveel ik de machten der duisternis mij hun duivelse krachten te schenken. Kom tevoorschijn uit de afgrond van de hel. En begroet mij als uw broeder en vriend. Schenk mij alles waar ik om vraag. Uw naam zal deel zijn van mijzelf en ik zal leven als de beesten op het veld. Me overgeven aan de lusten van het vlees. Hallo. Met wie heb ik het genoegen hier kennis te maken? Zoiets heel gedragen. Dat je denkt, nou. Omdat het dorpje Etersheim toch wat uit de route ligt, verplaatst Lamers zijn kerk van Satan naar de Amsterdamse Wallen. Dit mooie, hoge pand, dat was dus vroeger de kerk van Satan. En wat gebeurde daar allemaal? Ja, daar werd elke negende dag werd daar een satanische mis gedaan. Dan kwam het kerkvolk beneden in de kelder binnen. Dan werd het uitgekleed, ritueel gewassen. En kreeg een pij aan. Dan ging het één etage hoger. En het altaar, dat was een immens groot rond bed. En het voorwerp op het altaar was altijd één naakte vrouw waarvan alles mee gedaan moest worden. En als dat allemaal gebeurd was, dan gingen de pijen uit en dan was het feest. Het is woensdagavond. 36 op de schaal van de Richter. Tijd voor RUR. RUR is een programma vol kunst, cultuur, seks en wetenschap. Kortom, RUR. Ik ben wel in de Satanskerk geweest. En daar hingen dus ook erg veel, laten we zeggen, leren bandjes en handboeien en toestanden. Die ik in eerste instantie eerder in verband bracht met een prettig sadomasochistisch samen zijn dan met een religieuze. Zie dat ik de monseigneur een beetje ontrief. Maar het blijft wat oppervlakkig natuurlijk. Als ik op die oppervlakkige wijze een katholieke kerk binnenga en ik zie dat al die mensen keurig een broodje krijgen, dan kan ik ook denken dat het een snackbar is. Of ik kan denken dat er sprake is. Nou deed Maarten Lamers alsof dat een serieuze religieuze beweging was. Ja. Heeft u daar ooit aan getwijfeld of dat zo was? Een comediant eerste klas natuurlijk. Maar wel een leuke comediant. Maar dat was belastingtechnisch natuurlijk ook wel heel profijtelijk. Niet ver van de satanische tempel en ook op de Walletjes bevindt zich de Abdij Walburga. Daar houden de zusters van de kloosterorde van de kerk van Satan in luchtige werkkleding hun religieuze diensten, die gepaard gaan met voor een klooster niet alledaagse rituelen. Toen heb ik bedacht dat er een kloosterorde bestond, die natuurlijk niet bestond. En
hebben vervolgens aangekondigd dat deze kloosterorde daar hun rituelen zouden voeren. Ik wist dat het op de Wallen was. Maar ik kende al jongens, voornamelijk jongens die daar werkten bij Maarten. En die secretaris of portierswerk deden, dat waren allemaal studenten. En die Maarten kwam met het voorstel of ik in de abdij een soort managersfunctie wilde vervullen. Oftewel, gewoon de chef van de dag in de abdij, wat natuurlijk eigenlijk gewoon een topless bar was. En dan was ik de moederoverste. Wat droeg u als moederoverste? Een pij, van top tot teen gekleed, met een zwarte kap op mijn hoofd. U was de enige van het gezelschap die gekleed was? Ja, nou, de zusters waren ook wel enigszins gekleed, maar niet heel erg veel. We zijn hier op de ouderzijds Achterburgwal. En hier had je dan de Walburga Abdij Le Boudoir. En nu heet het dan gewoon duidelijk de Bananenbar. En wat gebeurde daar? Godsdienstige rituelen, meneer. Wat mag ik me daarbij voorstellen? Een naakte mevrouw met een banaan in haar geslacht. En dat die bij machten is om die banaan weg te schieten. Als religieuze uiting? Ja. En bent u daar beroepshalve ook wel aanwezig geweest? Ja. Ja. Ook om verslag uit te brengen? Ook. Ja. Ook. Dit zijn de bierviltjes van de abdij. Dit zijn de Baphomets. De Baphomet. De Baphomet. Een Baphomet. Die moet je om hebben. Dit is het Satansteken met de punt naar beneden. Lijst van rituelen. Nou, het bananenritueel. Sigaar roken. Dat vind ik. Dat is niet goed voor de gezondheid van de dames hoor. Vond ik altijd vibrator schieten. Massage, chopstick. Geld van de neus halen. Was er sprake van dwang? Op geen enkele manier. Op geen enkele manier. Heb ik nooit gemerkt. Nee. En er is ook nooit geweld aan te pas gekomen? Nee. Zeker niet. Zeker niet. Hoe zag het er hier destijds uit als je hier aankwam, zo 's avonds? Ja, toch wel een beetje smerig, een beetje donker vooral. De verlichting is een stuk beter geworden. Het was hier een beetje geheimzinnig. Er stond natuurlijk altijd iemand voor de deur om uit te leggen wat daar binnen allemaal gebeurde. Goedenavond, welkom in onze abdij. Wij hebben hier een dienst en hier is een glaasmeisje. U kunt een glas huren. Van de voordeur kwam je in een hal en die hal, daar zat een stichting en die verhuurde glazen. En wat kostte zo'n glas eigenlijk? Nou, dat ging per tijd, hè? In het begin deden we 50 cent per minuut. Ja. En dat is, later werd dat een gulden per minuut. En door een glas te huren kon je de drankwet omzeilen? Ja, want we verkochten geen drank. De drank was gratis. Dus iedereen die binnenkwam, die wordt afgetikt met een klok. Je komt zo laat binnen. Ze hebben beneden 30 gulden betaald. Ze mogen een half uur binnen blijven. Gratis drinken. Glas huren bij het glazenmeisje, die niet bij de kerk hoort. En zo was dat. Het was heel goed bedacht. Het zat heel goed in elkaar. En wij konden daar als politie niks aan doen. Want je mag een glas verhuren. En je mag een biertje weggeven. U vond het wel geinig, hoor. Ja, lachen. Ik vond het helemaal goed. Dus als je anderhalf uur bleef hangen, dat tikte wel aan. Nou, behalve als het Engelsen waren, hoor, die drinken als sponsen. Daar legde hij op toe, hè? Vooral die Engelse jongens, daar heb ik wel hele ontluisterende dingen mee meegemaakt. Die zo fill it up, alleen maar voor de gratis drank komen en helemaal niet voor die meiden. En dan opstaan en kotsen op de grond en weer gaan zitten en fill it up. Dat zijn wel rare excessen. Don't let him drag you along the windows the whole night, because he will. Nihao. Non-stop, ja, Jantje. Nou, kunt u direct naar binnen. We hebben een doorlopend programma zonder films of pauzes. Dus educatief. Met de wildgroei aan sekstheaters, seksshops en seksbioscopen is het halverwege de jaren 80 in het weekend stampvol op de Wallen. Niet met de hoerenlopers van vroeger, maar met dromme toeristen.
bijvoorbeeld uit Engeland gigantische aantallen vrijgezellenfeestjes. Zowel van heren als van dames. De bootjes hier in de gracht, de feestboten met onbeperkt bier aan boord. Ja. Regelmatig bezoeken rapporteurs van de Belastingdienst de abdij en de Kerk van Satan. Incognito. Als keer op keer blijkt dat er niets religieus te ontdekken valt, volgt een inval. De Belastingdienst wil zich niet langer voor de gek laten houden. Eigenaar Lamers wordt geboeid afgevoerd. Waarom hebben wij daar nu een inval gedaan? Ten eerste omdat er geen drank- en horecavergunning was. Dat was natuurlijk wel belangrijk. Tweede, omdat wij toch het vermoeden hadden dat daar vrouwen illegaal werkten. En dat bleek ook achteraf te kloppen. We hebben een aantal vrouwen daar vandaan weggehaald. Die zijn ook de grens overgezet. En ten derde, en dat was natuurlijk voor de Belastingdienst het allerbelangrijkste, dat er geen belasting werd betaald. Weet nog die keer dat ze zeiden van, iemand had opdracht gekregen om al het papier mee te nemen. Dus trokken ze voor de lol naar het behang van de muren. Ja, een agent is iemand die soms zeer letterlijk doet wat hem gevraagd wordt. Maar was dat ook uit een soort frustratie? Ja, natuurlijk. Het was gewoon irritatie, frustratie. Uiteindelijk wordt Lamers veroordeeld tot een jaar cel. Maar als hij belooft dat hij ruim 1 miljoen belastingschuld zal betalen, komt hij al na een maand vrij en gaat terug naar zijn kasteel. Hij begint iets nieuws. Sekslijnen. Waar heeft u dit van kunnen bekostigen? Van het geld wat ik verdiend heb met telecommunicatie, met het bedrijf wat ik heb opgezet in Curaçao. Want toen kwamen de miljoenen binnen? Toen kwamen de miljoenen binnen en vervolgens vonden de vennoten dat ze me uit wilden kopen. En dat heeft voldoende opgeleverd om een kasteel te kunnen kopen en te restaureren. Tegenwoordig, bijna alles is verboden. En wat nog niet verboden is, dat wordt nog verboden. Men houdt zich bezig met de meest dwaze vormen van betutteling van de samenleving. En daar ben ik tegen. En dan gaat u de grenzen opzoeken? Dat niet alleen, maar ik ga proberen om het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Maar dan stoot u af en toe wel een neus? Ja. Soms is het ook de overheid die zijn neus stoot. Maar dat risico dat u uw neus stoot met nare gevolgen, namelijk dat u veroordeeld wordt, dat neemt u voor lief? Nou ja, dat is zo biert. Ziet u Maarten Lamers als een crimineel? Nee. Nee, een handige sodemieter. Geen penose? Nee, helemaal niet. Maar ja, hij liep natuurlijk wel op het randje. En hij zal er ook wel eens een stap overheen gegaan zijn, want anders krijgen we geen veroordeling voor fraude. Is hij een crimineel? Nee, dat denk ik niet. Dat vind ik niet. Maar ik vind wel dat hij mensen kan beschadigen met zijn spelletjes. Het zijn gevaarlijke spelletjes. Zowel het satanisme als de porno-kant van de zaak vind ik ook heel beschadigend. Dat heb ik gewoon gezien. Maar welke beschadiging doelt u dan op? De vernedering. De vernedering van de porno. Porno is niet romantisch. Het is altijd vernederend. En voor Lamers is het dus voorbij. In zijn château, na zijn gevangenschap. Hij was het stadsbestuur lang te slim af, maar op den duur had dat toch weten terug te slaan. Een omslag van vrijheid naar handhaving ergens in de jaren 70 en 80. En de echo daarvan klinkt nog steeds, nu Amsterdam een nieuwe poging doet om op de wallen orde te scheppen in de wanorde van toeristen en genotsmiddelen. Overigens, voor belangstellenden, het kasteel van Lamers staat te koop. Elk bod boven de 10 miljoen wordt serieus genomen. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. Maar u ziet ons overmorgen alweer terug met een special over het katholieke leven, vroeger en nu. In het Limburgse Simpelveld. 1, 2, ja. Waar is de kastel met de microfoon? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.